En het ministerie van Openbare Werken is gisteren gestart met de landelijke schoonmaak van Trensen en Lozingen. Het startsein is gedaan in het district Nikeri. Ook Nikeri heeft te kampen gehad met grote wateroverlast. Districtscommissaris Senrita Goberden zegt dat dit geen probleem van nu is, maar dat het al jarenlang zo is. Achtereenvolgende regeringen zijn geweest en het probleem is nooit structureel aangepakt. En daarvoor wil ik een applaus hebben. Dat het finally gaat starten. Doet me goed. Elke keer daarvoor komt ze jaad, blank. Elke keer weer blank. Wat doet de DC? Wat doen de DNA-leden? Wat doet OW? Wat doet de minister? Wat doet de president? Ja, maar we hebben geduld gehad. We hebben geduld gehad en finally kunnen we vandaag proudly zeggen, we are starting today. En natuurlijk zijn er andere problemen, dat weten we allemaal. Ik zal niet lang praten, maar voor mij is belangrijk dat we finally straks niet meer onder water gaan lopen. En dat we gewoon kunnen lopen en rijden. En bij deze wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om de burgerij ook te vragen. Om ervoor te zorgen dat ze hun delen, hun verantwoordelijkheden kennen. En ook meehelpen om alles te onderhouden. Maheshwal Badal, hoofdsectie openbare werken van Nikeri, legde uit dat er 8 kilometer aan Lozingen en Trensen opgehaald zullen worden. Volgens minister Riyad Noor Mohammed is er een aanvang gemaakt met dit project, omdat er bij geringste regenval veel water bleef liggen. Dat was geen gezicht en ik denk dat ik me kan herinneren toen ik kwam als minister voor het eerst bij de DC, dat ik zeg dit kunnen wij niet toestaan. Het kan niet dat bij het huis van de regering in Nikeri je zeg maar 1 meter water hebt staan. En dat is het besluit toe geweest, dat dat project gelijk op de lijst geplaatst wordt. Het heeft lang geduurd, maar dat heeft de directeur CTW uitgelegd waarom. Dus ik ben blij dat wij invulling kunnen geven daaraan. En als er additioneel nog werken moeten zijn, dat het probleem volledig opgelost wordt, dan hoor ik het meneer Badal, dit moet tot het verleden gaan behoren. Alus minister Riyad Noor Mohammed van OW. Het project om de Lozingen en Trensen op te schonen moet in 60 werkdagen zijn afgerond.